Jos Hubens van Stichting De Binnenvaart en Elio Baronen van de Stichting Leefwerf Biesbos hebben zaterdag tijdens hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie de samenwerking tussen de beide stichtingen feestelijk beklonken door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. En die samenwerking behelst vooral het realiseren van de leefwerf die op het terrein van de voormalige scheepswerf De Biesbos gerealiseerd gaat worden. We hebben hier vastgelegd wat we al jaren doen. En dat willen we in de toekomst verder uitbreiden. En we hebben nu de regels vastgelegd waar we ons wederzijds aan hebben te houden, dat we dit hele project tot een succes maken. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat had ik wel vertrouwen in, maar alles moet formeel. En dat hebben we deze gedaan. Aan die realisering is veel voorbereiding vooraf gegaan, maar nu worden de plannen toch een stuk concreter. Voor heel veel mensen weinig te zien is, maar er is door heel veel mensen heel veel gedaan. En dan heb je het over voorbereidingen, vergunning aanvragen, tekeningen maken zoals je hier kunt zien. Gesprekken met de gemeente, met de omgevingsdienst, partners, Stichting De Binnenvaart. Het zoeken van de juiste aannemers die spullen gaan maken. Ja, dat is heel veel werk geweest vorig jaar. En dit jaar gaat het echt gebeuren, na ondertussen 6 jaar. We hebben een aantal onderdelen. 1. Stichting De Binnenvaart heeft de Maro gekocht, de Franse motor. 2. We hebben als stichting destijds het Zwarte Zwaantje gekocht. Nou, daar, Zwarte Zwaantje, dat is een oude veerboot? Juist, het Zwarte Zwaantje is de stoompont Gorinchem 5, die tussen Sleeuwijk en Gorinchem gevaren heeft. We willen heel graag daar de stuurrut en de schoorsteen en de brug terug renoveren. Daar hebben we nu een nieuwe subsidie voor aangevraagd bij de provincie, maar dat is nog niet duidelijk. Maar wat we in ieder geval willen, is dat die gewoon weer toegankelijk is voor het publiek. Dan hebben we het over het restaureren van de onderdelen die hier in de haven nog over zijn. Helaas moeten we één klein deel van een kraanbaan slopen, omdat er anders geen plek is voor het Zwarte Zwaantje. Maar de andere kraanbaan die gaan we gebruiken en restaureren als de opgang naar de leefwerf. Nou, dat heeft aandacht nodig. Dat is een betonnen constructie. Daar moet een looppad over gemaakt worden. Dus het maken van die looppaden, loopbruggen, dat is wat we gaan doen. Het slaan van palen waaraan de drijvende onderdelen gemonteerd worden, zodat je naar de schepen kan, en het maken van dat drijvende park, wat dus publiek toegankelijk is overdag. Om al deze plannen te realiseren, wordt er ook een beroep gedaan op de bewoners van de stadswerven. Ik woon aan de overkant in Schaarweide, in het appartement, rechtsbovenin, hier vandaag gezien. Dus wij kijken op het water en recht op het schip. En u heeft zich aangemeld als vrijwilliger? Dat ga ik doen, ja. Ik doe nu veel werk bij een tennisvereniging buiten, maar ik ben van oorsprong elektronicus. Dus misschien, en redelijk handvaardig, dus misschien kan ik wat betekenen. Hoe vindt u het dat ze hier allemaal zo aan het rommelen zijn met al die schepen, die oude schepen? Ik weet van de schepen wel wat af, we hebben veel gezeild, over de zeeën ook. En het interesseert mij wel, de oude technieken. Dus om iets in stand te houden, daar ben ik wel voor, ja. Afgelopen jaar is gewoon echt heel leuk geweest, want we hebben zoveel voor elkaar gekregen met zoveel mensen. De periode daarvoor, ja, die was zwaar, want toen was de besluitvorming nog niet rond. Sinds die rond is, hebben we echt als het ware vleugels gekregen. En zijn we ook heel goed begeleid door de gemeente, maar ook door al die vrijwilligers die vanuit hun expertise als jurist, als architect, als projectmanager dit in goede banen leiden. Aanstaande woensdag in ons programma Eilandleven ziet u een uitgebreid verslag van deze nieuwjaarsreceptie. Ja, en de ingang.